Dit is de Asus Strix 2 Scar Edition. Er was natuurlijk al een Strix nummer 1. Ja. Dit is nummer 2 en die draait pushbericht als de neten. Nee, dit is een gaming laptop deluxe, wil ik bijna wel zeggen. Dat is wel een terechte benaming. Ja. Ja, als je hem zo ziet, meteen. Je zou niet heel snel zeggen dat het een gaming laptop is, als je hem zo ziet. Maar als je hem open maakt, dan denk je, oh ja, het is een gaming laptop. Ja. Dat zie je natuurlijk al meteen hier aan de WASD toetsen die een speciaal kleurtje hebben gekregen. Transparant. Voor de gamertjes onder ons. En ja, dit is een soort van aluminium wel. Ja. Toch een beetje plastic, maar dit is dan mijn plastic. Dat is wel jammer. Maar, wat opvalt aan deze laptop meteen als je hem gaat gebruiken. Dat heb ik er nu een week gedaan. Het is echt een stevig ding. Ja, hij is gewoon dik gebouwd. Hij voelt gewoon lekker en bijna geen dekflex. Alles, ook het scherm. Weegt bijna niet. Het is een stevig ding. Ja, heel tof. En, ik vind het een mooie laptop. Ja. Weet je, dat logootje achterop verandert ook van kleur. Dan kan je zelf helemaal instellen hoe je dat wil. Het scherm heeft bijna geen bezels. Alleen heeft een flinke kin hieronder. Omdat die, ze hebben hier ook nog een camera uitgeplaatst. Ja. Omdat ze die hierboven niet kwijt konden. Dus dan krijg je wel een soort van vreemde kijkhoek. Dat is zo'n minpuntje. Er zitten mensen, je hebt bijvoorbeeld conference call of Skype of zo. Mensen zitten wel gelijk je neushaar in te kijken. Dus. Maar hoe vaak gebruiken gamers die webcams die erop zitten? Ik ook nooit, maar stel je voor je wil onderweg op Twitch streamen. Ik kan me voorstellen dat het dan wel jammer is dat die daar zit. Ja, zeker weten. Ik vind het een heel fijn toetsenbordje, lekkere travel. Maar wat ik vooral heel fijn vind, touchpads. Ik gebruik ze zelf heel vaak. Ja. Vooral als ik onderweg ben met mijn laptop hier, dan zit ik heel vaak over de touchpads heen te glijden. En deze heeft echt een hele goede touchpad. Dit zit in de top 5 van alle touchpads die ik ook heb gebruikt. Hij is zacht, hij voelt goed aan, hij trekt lekker, is responsive en hij heeft Windows gestures. Ja, precies. Dat is heel erg fijn. Als ik hem een week heb kunnen gebruiken, vind ik het een hele fijne laptop, ook qua aansluitingen. Alleen deze, die USB-C, die heeft geen Thunderbolt. Ja. Dat is wel jammer. Jammer, meer puntje. Maar alles zit voor de rest op in de rij. Je kan een SSD-kaartje kan je er nog in glijden. En wat me ook opviel, de speakers die hierin zitten, die zijn verrassend goed. Het heeft een beetje zo'n oomf heeft het erin zitten. Wat eruit komt uit het kleine platte laptopje. En zonder dat er een sub bij zit. Dus dat vond ik wel heel erg goed. Qua specs is het gewoon ook heel erg degelijk. Ja. Dit is een iets dikkere versie. Want hier zit een i7 zit erin met 6 cores. Koffie Lake natuurlijk, een 1070 zo uit mijn hoofd. Er is een 1060 6 gig in deze uitvoering, maar je kan volgens mij ook een 1070 krijgen. Dus. Ja, en hier zit ook nog 32 gig in. Ja. Dus dat wil wel. Voor de specs en de aansluiting die je hebt is hij gewoon geweldig dun. En bovendien nog redelijk licht zelfs. Ja, zeker weten. En natuurlijk komt Asus met allemaal toeters en bellen erbij. Je hebt bijvoorbeeld hier dat Control Gaming Center. Kun je hem helemaal instellen. Nou, dan wachten we even tot hij is gestart. Je krijgt er allemaal utilities bij. Je kan bijvoorbeeld als je aan het game bent, kan je Windows toets uitschakelen of alt-tab ook. Dus dat je niet die toets aanraakt. Misschien is hij op de achtergrond gestart, maar daar is hij. There he is. Dus je kan hem helemaal instellen hoe je zelf wil. Je kan de kleuren van de toetsen kan je instellen. Of kan trouwens niet per toets zelf. Het is een soort van. Ze hebben zones, hè? Ja, dat is op zich wel jammer, maar dat zijn details. Ja. Nee, maar ik vind dit echt een hele fijne laptop. En het ziet er voor een gaming laptop ook nog wel oké uit. Hij is redelijk subtiel. En hij is gewoon in elk opzicht goed gebalanceerd. En dat heb je soms niet bij gaming laptops. Dus dat deze het wel heeft, dat is lovenswaardig. Ja, de prijs rond de 1800 euro. Ja. Best wel pittig natuurlijk. Maar. Dan heb je wel echt een stevige gaming laptop waar je mee aan kan komen zetten op een LAN-party of in de klas of op je werk. En bovendien door de 32 gig en het geweldige scherm zou je het ook kunnen gebruiken voor productiviteit, Photoshop, videobewerking, noem maar op. Zeker. Ja, dat heb ik ook gedaan en dat is echt top. Geweldige laptop, goed scherm, goede specs. Ik zou hem wel willen hebben. Zeker. Ja. Nee, ik gebruik hem nu een weekje en je went er heel snel aan. Ja. Zeker. Goed, dit is de Asus. Strix 2 Scar Edition.